harte welkom in deze uitzending in de serie Laat je bemoedigen. Vanavond wil ik met u en jou lezen uit 1 Korinthe 2. Daar schrijft de apostel Paulus iets over het karakter en het doel van zijn prediking. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben ik niet gekomen om u met woord voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had me voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en met veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en van kracht. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar dan een wijsheid niet van deze wereld. En ook niet van de leiders van deze wereld, die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers als zij die gekend hadden, zouden ze de Here der heerlijkheid niet hebben gekruisigd. Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Bijzonder wil ik met u en jullie stilstaan bij het tweede vers van 1 Korinthe 2. De woorden van Paulus. Want ik had me voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. We staan vanavond stil bij deze woorden uit Paulus' brief aan de Korintiërs. Ja, om er even in te komen. Je hebt vast wel eens een probleem gehad waar je eigenlijk niet goed wist van, nou, hoe moet ik dat nou gaan aanpakken? Het kan ook zijn in relatie tot een ander. Iemand heeft iets gezegd of heeft iets gedaan waar je best veel moeite mee hebt. Of je weet dat iemand plannen maakt waar je nou niet blij van wordt. En je denkt, ja, wat zal ik nou doen? Weet je wat? Ik schrijf hem of haar een brief. Nou, zo deed Paulus dat aan de gemeente in Korinthe. Er was tussen hem en deze gemeente een spanning ontstaan. Er waren mensen die trokken zijn motieven in twijfel. En voor Paulus was dat moeilijk om dat te horen. Als je kritiek krijgt, is dat natuurlijk nooit makkelijk. Daar hebben we er allemaal wel mee te maken. Als het nou opbouwende kritiek is, dan weet je ook dat je daar veel aan kunt hebben. Ze zeggen ook wel eens, als je echt iets wil bereiken in je leven, dan moet je, zeg maar, je eigen kritiek organiseren. Je moet zorgen om mensen om je heen die kritisch op je durven zijn. Dat doen we ergens liever niet, zie je. In de maatschappij, in het bedrijfsleven, zie je juist nog wel eens dat mensen allemaal voor ja-knikkers om zich heen zorgen. Directeurs en raden van commissarissen, die spelen dan vaak onder één hoedje. En daardoor komen fouten veel te laat aan het licht, met alle schade van dien. Paulus had geen ja-knikkers om zich heen. Hij kreeg kritiek en eigenlijk hebben wij juist daar de brief aan Korinthe aan te danken, voor een groot deel. Want Paulus die ging door die kritiek te raden bij zichzelf. Wat beweegt mij nu eigenlijk? Waarom ben ik apostel? Wat heb ik nu aan die gemeente in Korinthe en aan die andere gemeentes willen delen? En toen hij daarover nadacht,
toen begon hij nog scherper dat verschil te zien tussen zijn verkondiging en de boeken van de filosofie in zijn tijd. De wijsheid van God en de wijsheid van de wereld. Hij zag ze heel scherp tegenover elkaar staan. En zo ging hij zich verantwoorden naar de gemeente toe. Hij schreef: broeders en zusters, toen ik bij u kwam, ben ik niet gekomen met aantrekkelijke woorden om u het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Aantrekkelijke woorden en de gekruisigde Christus, die zet hij tegenover elkaar. En het gaat niet om een verschil, maar het gaat om een radicale tegenstelling. Die tegenstelling die loopt als een rode draad door de eerste hoofdstukken van zijn brief heen. Met andere woorden noemt hij die tegenstelling de wijsheid van de wereld en de dwaasheid van God. Of het sterke van de mensen en het zwakke van God. Het zwakke dat God uitkiest. En Paulus die zet met zijn verkondiging daardoor alles op scherp. Vandaag zijn we nog wel eens geneigd om voor het evangelie aansluiting te zoeken bij het moderne levensgevoel. Nou, ik geloof dat het belangrijk is om de vragen te kennen die mensen bezighouden. Als predikant mag je niet wereldvreemd zijn, zoals we dat dan noemen. Want dan ben je eigenlijk als een postbode die heel zuinig is op zijn brieven, maar die niet goed weet waar die ze moet bezorgen. Omdat hij de straten niet kent en de weg niet weet. Nou, je moet weten wat mensen bezighoudt. Je moet zoeken naar gelegenheden om het evangelie te delen, om het aan de man en de vrouw te brengen. Maar je brengt geen woorden die als zoete broodjes over de toonbank gaan. Dat laat Paulus scherp zien. En voor vandaag is dat niet anders. Paulus zag een scherpe tegenstelling tussen het kruis van Christus en de wijsheid van de wereld. Was in die tijd de filosofie, of sterker nog wel de retorica, de welsprekendheid, waar in die tijd van die geweldige redenaars in de volksvergadering, die heel meeslepend iets konden betogen en mensen konden dat ademloos daarnaar luisteren. Mensen waren daar gevoelig voor. Dat is vandaag ook nog niet zoveel anders. Politici die best veel in hun mars hebben, maar die wat saai overkomen, die redden het vaak niet. En de media die spelen hier ook een grote rol bij. En als dienaar van het evangelie loop je ook wel dat gevaar om toch vooral goed te willen overkomen. Te willen scoren. Ja, communicatie is belangrijk, maar mooie woorden, die kunnen het kruis van Christus tot een holle klank maken. Zo zei Paulus in 1 Korinthe 1 vers 17. Christus heeft mij gezonden om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat ik het kruis van Christus niet tot een holle klank zou maken. En het volgende hoofdstuk schrijft hij dan dat zijn optreden niet zo indrukwekkend was, maar juist zwak. En zijn prediking was niet met overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar met betoon van geest en van kracht. Nou, zo verlang ik ook met Paulus te spreken. Jezus Christus en die gekruisigd. Om hem gaat het. Dat je hem kent. En misschien denk je wel, ja, dat hoor ik nu zo vaak. En wordt het eigenlijk niet saai om dat iedere keer maar weer zo te horen en erg voorspelbaar? Want ja, komt altijd weer op hetzelfde neer. Als een ouderling in een van de vorige gemeenten in Hulshorst, waar ik een tijd predikant was, die zei me een keer van iemand die had tegen hem gezegd van nou, jullie hoeven niet meer te komen hoor, want jullie vertellen altijd hetzelfde. Nou, als je zoiets hoort als ouderling, kan me voorstellen dat even de moed je in de schoenen zakt. Dat je denkt, ja, hoe moet ik het dan doen? Wat moet ik dan zeggen?
Hoe moet ik die mensen dan bereiken? Wat moet ik niet verzinnen? Maar toen ik het hoorde, ik zag het eigenlijk wel als een compliment. Jullie vertellen altijd hetzelfde. Inderdaad. Wij vertellen altijd over de gekruisigde Jezus Christus. En als je er niet in gelooft of niet in wil geloven, dan is dat misschien wel doodvermoeiend en vervelend. Altijd maar hetzelfde, steeds dat oude liedje. Maar als je gelooft dat je door de gekruisigde Jezus verzoend wordt met God, een nieuw leven krijgt, dan is er niks liever dan wat je wilt horen dan juist dat. Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is het evangelie waarvan je opademt. Daar kun je niet genoeg over horen. Zo groot is je verlangen naar dit goede nieuws. Ik had me voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Het is als een vergrootglas. Als je een vergrootglas naar de zon toe houdt en je houdt er een papiertje onder, dan kun je de stralen van de zon bundelen op een heel klein oppervlak. Kan het papiertje zelfs zo heet worden dat je een brandplek krijgt. En zo komen in het kruis van Christus alle stralen van God samen. God leidt je via het kruis van zijn zoon. Dat is het brandpunt. En dan kun je wel honderden keren over het kruis horen en over de gekruisigde Heer Jezus en toch dezelfde blijven. Maar het gaat erom dat je leven daardoor verandert en vernieuwt. En hoe kan dat gebeuren? Nou, dat zegt Paulus in het tweede deel van 1 Korinthe 2. Dat kan alleen door de Heilige Geest. Want met je natuurlijke verstand snap je van het kruis van Christus helemaal niks. Dat klinkt zelfs als onzin, als iets van waar je niet meer mee kunt aankomen in de wereld van vandaag. Of het klinkt als saai, omdat het steeds hetzelfde is. Maar als de Heilige Geest erbij komt, als Hij bij je komt en in je komt, dan zeg je, ja, en nou begrijp ik het. Nou komt het bij me binnen. Nou, die verlichting met de Heilige Geest is zo nodig. Paulus schrijft in vers 12, wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Door de Heilige Geest raak je er pas echt van overtuigd dat het kruis van Jezus je leven is. Dat je alleen door het kruis van Jezus tot God kan en mag komen. Dat kruis je enige redding is. Je genezing, je bevrijding, je enige hoop voor de toekomst. Door de Geest, zei Paulus in een andere brief, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, maar niet meer mijn ik. Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het lichaam leef, leef ik door het geloof in Hem die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Wat een oneindige liefde, oneindige genade, Jezus de gekruisigde. Ik denk aan een gebed van China-zendeling Hudson Taylor. Heere Jezus, maak u zelf voor mij een levende en heerlijke werkelijkheid, dat ik u door de ogen van mijn geloof scherper zie dan welk uiterlijk voorwerp ook, dat ik uw liefde sterker ervaar dan zelfs de zoetste aardse banden. Amen. Laten we samen bidden. Ja, Heilige Vader, laat dat gebed een gebed zijn uit ons hart, om u zo te mogen kennen, de gekruisigde.
En dat we het ook, dat we u zo mogen kennen en ook zo mogen lief krijgen, dat we de apostel Paulus ook nazeggen, ik wil ook niets anders meer weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Want dat is de kern. Daar gaan we dan telkens weer naar terug, uw kruis en uw opstanding. En we bidden dat de kracht daarvan ook zo zal werken in ons leven, dat we u de gekruisigde en de opgestane mogen kennen en dat daardoor ons leven ook veranderen zal en vernieuwd zal worden. Van dag tot dag, elke keer ook weer opnieuw. En we bidden, wilt u ons dan ook nabij zijn door uw geest en ons leiden op de weg die u, Heer Jezus, ons wijst. Dat we u achterna gaan. We danken dat u dan zelfs op moeilijke wegen voor ons uitgaat. En dat u ons kent, dat u ons lief hebt. En dat u ons leidt naar de volle vrede. Om eenmaal altijd bij u, onze gekruisigde, onze opgestane heiland, te mogen zijn. We bidden het u, in Jezus' naam. Amen. Dick Sanderman speelt nu uit Weerklank 152, Lam Gods, dat zo onschuldig, zo moedig en geduldig aan schandelijk kruishout leidt, verdienden niet mijn zonden, die striemen en die wonden. Ik weet dat gij onschuldig zijt. Niet gij, nee ik moest sterven en s vaders liefde derven in eindeloze pijn. Maar in uw mededogen sloeg gij op mij uw ogen en wilde mijn verlosser zijn. Fijn dat u en jullie weer keek naar deze aflevering in de serie Laat je bemoedigen. Een hele goede avond gewenst.